zag een oproep ergens een keer. Toen dacht ik, nou, als ik dan iets wil doen om me in te zetten voor het maatschappelijk belang, dan vind ik dit wel interessant. Ja, het is heel dualistisch. Je hoopt inderdaad dat je nooit ingezet wordt, maar als het zover is, dan, ja, dan wil je het ook gewoon doen, denk ik. Dat is de consequentie hiervan. En, ja, dan betekent het ook echt wat. Dit programma gaat over het beheer van ons water. Te veel en te weinig water, zoet en zout water, vuil en schoon water. En deze aflevering hebben we het over de bescherming tegen hoogwater. Hoe goed onze dijken ook zijn, je moet ze altijd in de gaten houden. Bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden. Dan worden overal in onze regio dijkwachten opgetrommeld. Ze komen regelmatig bij elkaar om te oefenen. Zoals hier op een doordeweekse avond in Nieuw-Beierland. Een dijkwacht is een vrijwilliger die voor het waterschap binnen een bepaald traject een gedeelte van de dijk controleert. Zo'n dijkwacht wordt opgeroepen bij een naderend hoogwater en dan melden ze zich op de post. En dan worden ze van daaruit uitgezonden om een dijktraject te lopen. En dan inspecteer je gewoon volgens boekje. Eén iemand op de kruin of twee mensen op de kruin, twee mensen naar buiten teen. Monique en Pieter zijn wat nieuw. Dus, wellicht kunnen jullie ze meenemen met twee ervaren leden. Op zo'n avond als deze oefenen wij. We simuleren eigenlijk een hoogwater. De dijkwachten gaan dan in paren of in groepen gaan ze de dijk op. Daar krijgen ze dus een envelop mee of een bepaald schadebeeld. En dan is het kwestie van melden. En ook dat wij hier oefenen op de post zelf. Hoe gaan we zo'n melding notuleren en hoe geven wij dat dan weer door? Zometeen kijken we verder bij de dijkwachten, maar nu eerst aandacht voor een stukje innovatie. Het belang van veilige dijken wordt steeds groter vanwege klimaatverandering en, in onze regio, bodemdaling. Daarom worden dijken regelmatig gecontroleerd. Met allerlei apparatuur wordt onderzocht of ze nog stevig genoeg zijn en of de hoogte nog in orde is. Vanuit de lucht zijn dijken te scannen, met drones bijvoorbeeld. Die kunnen heel nauwkeurig met speciale warmtecamera's in de dijk kijken. Dit is de missieplanning en hier kun je hem ook volgen in driedimensionaal. De klanten wensen in dit geval een bepaalde resolutie op de grond. Dus elke pixel moet minimaal zoveel millimeter bevatten. Dus al dat soort dingen dat voer je allemaal in dit systeem. En daar op basis daarvan bepaalt hij eigenlijk het vluchtschema. Die camera is een gecalibreerde technische camera. Met een hele hoge nauwkeurigheid van 0,05 graden. Ze kunnen temperatuurverschillen waarnemen. En de temperatuurverschillen die kunnen eventueel aanleiding zijn om verder onderzoek te doen. Of er bijvoorbeeld sprake is van kwelwater of piping, zoals ze noemen. Om te kijken van, ja, wat is het vochtigheidsgehalte van een dijk of waar droogt die eerder uit dan op een andere plek. Met de data uit de drone kan het waterschap aan de slag. Er ontstaat een veel nauwkeuriger beeld van de dijk, waardoor precies duidelijk wordt waar vervolgonderzoek nodig is en waar de dijk gewoon in orde is. Wanneer een dijk niet meer voldoet aan de geldende normen of op plaatsen te zwak is, dan wordt hij afgekeurd. 27, ja, hier is het, ja. Langs de Hollandse IJssel moet daarom onder andere het dijkvak bij Oudekerk aan de IJssel binnenkort op de schop. Mijn naam is Guido Verwij en ik ben een van de omgevingsmanagers voor dit dijkversterkingsproject, Project Kijk. Goedemorgen, meneer Tabernay. De omgevingsmanager is eigenlijk de schakel tussen het waterschap en de omgeving. Dus ik ga naar buiten om de omgeving te vertellen wat de plannen zijn van het waterschap. En daarnaast, en dat is misschien wel nog veel belangrijker, haal ik informatie op van de mensen. Vooral specifieke kennis. Die mensen die hier wonen, die kennen de situatie als geen ander. En dat is hele belangrijke informatie voor ons ontwerp. Maar ook wat heel belangrijk is om de belangen van de mensen die hier wonen en werken en leven, om dat goed in kaart te brengen. Dat we daar rekening mee kunnen houden. Ah, heerlijk. Super. Dank u wel voor de koffie. Alsjeblieft. Nou, goedemorgen nogmaals. Fijn dat wij hier kunnen komen. We hebben elkaar natuurlijk een paar weken geleden tijdens de bewonersavond gesproken. Daar hebben we wat verteld over de voorkeursoplossing. Hoe we hier dit stuk van de dijk de versterking willen gaan uitvoeren. En u gaf aan dat u graag wat meer informatie willen hebben ook voor deze specifieke situatie. Dat willen wij ook graag horen, want we willen graag ook zien
hoe de situatie hier is. Wij zijn nu nog bezig met een ontwerp. En dat ontwerp, daar kunnen we nog, daar kunnen we nog wel een aantal keuzes in maken. Waarmee we ook, ook met de situatie hier specifiek rekening kunnen houden. Ja. Zoals je hier ook ziet, hè, voor die constructie met die damwanden in dit geval. Nou, die hele dijk gaat gewoon open. Ja. En, dat is ook denk ik wat je weet als bewoner, hè, dat het pure noodzaak is. Maar dat het ook een behoorlijk ingrijpend iets is. Ja. Hier denken we dus aan bijvoorbeeld damwanden. Nou, dan moet je je voorstellen, 22 meter lange damwanden. Een flatgebouw van 7 verdiepingen heeft ook 22 meter. Wat dan hier in de grond ingebracht moet worden. Want, ja, zo'n machine. Ik ben Eline van den Hoek. Ik woon hier in Oudekerk aan de IJssel, aan de IJsseldijk Noord. Ons is het grootste probleem eigenlijk een stukje verkeersveiligheid. De locatie, ja, wat ik zeg, je went er echt aan. Je stelt je er ook echt op in. Als je je huis verlaat met je kinderen, dan is het gewoon goed luisteren of er wat aankomt en goed kijken. Het lijkt ook een beetje erger te worden, want ja, je wilt toch dat je vouwen niet uit je broek worden gereden, zeg maar. Voor deze mensen is ook die dijk de enige ontsluiting die ze hebben. Misschien dat je net ook wel zag hoe boven wat van verkeer daar ook langs raast. En dat, ja, zo'n project biedt dan misschien ook juist wel weer mogelijkheden om eens te kijken of we, als dan toch die dijk op de schop gaat, om te kijken of we daar in de toekomst een verbetering kunnen aanbrengen. Wij denken al snel van, oh, nou verbreed die dijk en ga wat meer naar het water toe, dat soort dingen. En dat is makkelijk gedacht, alleen ja, dan is het wel heel praktisch dat je met elkaar aan de tafel kan gaan zitten, of om de tafel. Dat je gewoon uitleg kan krijgen van of dat überhaupt wel mogelijk is. Als het niet mogelijk is, waarom het niet mogelijk is. En dan heb je ook weer wat meer wederzijds begrip voor de situatie. Centrale Porto 77. We willen een schade melden in de categorie E. En de gedeeltelijke stortsteen is weg bij de teen van de dijk in vak H63. Over. We hebben geconstateerd aan de hand van de foto en onze achterliggende info dat er erosie is aan het buitentaluut. En dus er is steen weggeslagen en dat wordt nu gemeld. En dan wachten we verdere vragen even af van de telefonist. Oké, u laat het monitoren. Wij gaan verder met de inspectie. Over. Nu gaan we een van onze collega dijkwachten redden. Die is namelijk uitgegleden op het gras en te water geraakt. Ze hebben me eruit gehaald. Ik heb het nu heel erg koud. En ze gaan het nu even melden om te kijken of iemand even wat kan brengen om weer wat warmer te krijgen. Hoe heet je ook alweer? Bert. Hier Porto 77 begrepen, betreft de dijkwacht Bert. Over.